Welkom allemaal, lieve mensen, bij deze nieuwe YouTube-clip. Het is, nu ik dit opneem, 2 november 2023 en ik wil vandaag voor u een poezen- en kattenhealing geven. Waarom specifiek voor poezen en katten, zult u zich misschien afvragen. Maar poezen en katten hebben een hele verfijnde trilling. Ook honden hebben dat, maar weer op een andere manier. En alle dieren hebben zo hun eigen trilling, hun eigen frequentie, zoals ook mensen vaak weer hun eigen trilling hebben. Maar katten hebben een hele specifieke trilling. En ik wil vandaag een healing doen voor katten en poezen. Als u uw kat of uw poes mee wilt nemen naar de smartphone, de tv, als u internet via tv bekijkt of via de pc of laptop of tablet, dan kan uw kat een healing krijgen of uw poes. En dan kunt u, kunnen misschien klachten die uw kat heeft verdwijnen. En ga altijd eerst naar de dierenarts om te laten checken of die klacht ook echt verdwenen is. Het kan zijn dat na de healing er eens bepaalde klachten verdwenen zijn. Het kan ook zijn dat u tijdens de healing een dierbare overleden kat of poes mag zien. Het gebeurt vaak tijdens mijn healings dat mensen ineens een verschijning mogen krijgen of ineens het innerlijk weten mogen krijgen dat het goed is met een kat of poes aan de andere kant. Of dat ze ineens echt poten voelen drukken op hun schoot of op hun lijf. En dat soms zelfs de pootafdrukken in de kleren staan. Ook dat gebeurt zelfs soms. Dat is heel bizar. Het kan ook zijn dat u ineens misschien geluid hoort of een miauw hoort of ineens dat u voelt dat u aangeraakt wordt. Dus u kunt ook groeten krijgen van dierbare overleden katten of poezen. Dieren zijn net zoveel waard als mensen. Daar is een misverstand over op deze planeet. Dat mensen meer zouden zijn, dat is niet zo. We zijn allemaal evenveel waard. En gelukkig krijgen dieren ook steeds meer rechten. En ook dieren die mishandeld worden, of katten die vermoord worden buiten, of honden die vermoord worden of mishandeld worden. Deze daders komen daar ook niet zonder strafrechtelijk gevolg vanuit justitie meer van af. En dat is ook goed, want ze hebben net zoveel rechten als mensen. En natuurlijk is het heel belangrijk dat we ook in liefde denken naar alle mensen die negatief denken en doen. En vergeving zenden naar mensen die negatief denken en doen. Maar ik wil nu de healing geven speciaal voor katten en poezen. Dus neem de katten op schoot. Neem ze mee naar de laptop, de smartphone, de pc, de tablet. En laat het lekker over u heen komen. Dan wil ik bij deze de healing geven.
Wat u de afgelopen minuten, seconden heeft mogen ervaren, is hopelijk een heel fijn, iets mooie, blijde boodschap misschien van een dierbare overleden kat of poes. Of misschien dat kat of poes ineens verbetering laat zien en bijvoorbeeld als hij of zij lang niet gegeten heeft, bijvoorbeeld ineens gaat eten. Of dat er ineens een genezing is. Mocht u vermoeden, als u een kat of een poes heeft die ziek is, dat hij of zij ineens genezen is, laat dat dan bij de dierenarts checken. Ga nooit zelf stoppen met medicatie of dat soort dingen. Laat de dierenarts dan controleren of uw dier ook echt daadwerkelijk genezen is. Nou, mocht u bijzondere dingen hebben meegemaakt, hebben gezien, gevoeld, of mocht u ineens merken dat uw kat of poes ineens opknapt en eet, of ineens weer dingen doet die hij normaal niet deed, laat het dan weten onder de YouTube-clip. Daarmee verspreidt u en geeft u een getuigenis af van het bestaan van een andere dimensie en de krachten die daarvan uitwerken. Wilt u het voor uzelf houden? Mag natuurlijk ook. En wilt u het delen met anderen? Dan is dat natuurlijk, wordt dat ook door de bovenaardse krachten op prijs gesteld, omdat u daarmee getuigenis aflegt van het wonderbaarlijke wat zich tussen hemel en aarde bevindt, de andere dimensies. En daarmee verspreidt zich ook hoop, geloof en liefde. Dankjewel voor het kijken. Ik zie u graag terug in een volgende YouTube-clip. Tot ziens.